Is de techniek van de aanhanger hetzelfde als van de caravan? Kan je aanhangeronderdelen ook op de caravan monteren? Met die vraag kwam van de week een klant op de lijn en die vroeg ja, dit soort vragen. Ik denk ja, dit is een onderwerp voor een video, want ik denk dat meer mensen daarmee zitten. Het korte antwoord, dat geef ik zo meteen. Het lange antwoord geef ik ook zo meteen. Blijf kijken en word de vakman die jij wilt zijn. Mijn naam is Patrick Strijker en ik ben dé online specialist in onderdelen voor aanhangers en boottrailers. Eén adres voor alles wat los en vast aan je aanhanger zit. Trailerplus.nl. En vind jij video's over het onderhoud en onderdelen van aanhangers en boottrailers nog interessant? Zorg dan dat je me volgt via de hashtag TrailerPlusTips. In de video's heb ik het gemakshalve vaak over aanhangers en onderdelen voor aanhangers. Meestal zeg ik er in één adem bij dat het ook voor caravans, vouwwagens en boottrailers geldt, want vaak is dat ook zo. Niet altijd, en dat leg ik dan ook uit in deze video, want daar is deze video voor bedoeld. Kijk, wanneer mensen dat vragen van kan je onderdelen voor de caravan ook op je aanhanger zetten of andersom, dan is het korte antwoord ja. Maar, zoals heel vaak, er zijn wat mitsen en maren. Want er zijn toch ook wel wat specifieke onderdelen die je wel op caravans ziet, maar niet op aanhangers. Wanneer je bijvoorbeeld een andere as wilt monteren op je caravan, of onder je caravan is dat eigenlijk, dan zitten daar nog wel wat haken en ogen aan. En dat zijn letterlijk haken en ogen. Want een caravanas die heeft duidelijk andere aansluitingen dan een aanhangeras. Een caravan wordt vaak met de platen verticaal aan een chassis gemonteerd. En met een aanhanger zitten de bouten vaak op een andere manier vast. Die platen zitten dan anders gelast en ja, is die bevestiging gewoon anders en past dat ook niet. Vaak zijn die ook nog anders gevormd en zijn dat echt speciale merk- en type specifieke aansluitingen. Dus je kan niet zomaar een aanhangeras onder de caravan monteren. En ook met verlichting zie je nog wel eens wat afwijkingen. Aanhangers hebben bijna niet of nauwelijks inbouwarmaturen en caravans vaak wel. Achterop, de achterlichten, maar ook op de zijkant, die oranje markeringslampjes, die zijn op caravans toch vaak wat platter en net anders gevormd dan onder de aanhanger. Dus ja, de techniek qua aansluiting is vaak wel vergelijkbaar met de stroom, maar toch ja, de details die verschillen nogal. Ja, en daar komt het dan vaak net op aan, op die details. Ik vergeet het bijna, de vraag van de week. Doe jij het onderhoud aan je aanhanger of caravan zelf? Laat het me weten in de reacties. Dat kan kort en krachtig met een zelf ja of zelf nee. En natuurlijk mag, zoals altijd, een uitgebreide vraag, tip, suggestie of reactie ook zeer zeker. Ik lees en reageer altijd zo snel mogelijk. Dat lukt niet altijd zo snel ik wil, maar ik probeer het wel en dat is zeker de bedoeling. Want er staan toch best vaak nuttige tips en vragen in waarvan ik denk, hey, daar heeft een ander wat aan en ik heb daar zelf ook wat aan. Dus kijk daar zeker even naar. Het is de moeite waard. En ook wielen en banden die komen vaak wel overeen qua techniek van een aanhanger of van een caravan. Kijk, wat belangrijk is bij de wielen is het nakijken van de bandenmaat. Nou, die kan je aflezen op de band zelf. En de aansluiting van de velg. Hoeveel boutgaten en wat is die onderlinge gatafstand? Over dat onderwerp heb ik natuurlijk al eens een paar meer video's gemaakt. Kijk daar straks ook gerust even naar. De linkjes naar die andere video's die zet ik zoveel mogelijk in de beschrijving. Zodat je dat nog eens rustig na kan kijken. En verder krijgen we nog eens wat vragen over wiellagers en remonderdelen. En dat is soms lastig om dat uit te zoeken, maar wanneer we een foto hebben van het typeplaatje, dan weten we al heel wat. En het beste is om die inderdaad naar ons toe te sturen via de mail, via WhatsApp. En dan komen we daar via met een linkje op terug, zodat je dan de juiste onderdelen kan bestellen. Alco die heeft dat heel handig gemaakt met ETI-nummers. Daar kan je een tekening raadplegen wanneer je dat nummer hebt met de schuifmaat. En 811 en dan nog drie cijfers erachter. Ja, dan kunnen we de tekening raadplegen en dan is er bijna geen mis op en hebben we het juiste onderdeel te pakken. Maar ja, niet alle aanhangers en caravans hebben alco-onderdelen. Dus ja, het is soms wel wat zoekwerk,
Maar ja, wanneer je ons van de juiste informatie voorziet, dan kunnen we daar vaak wel ook gerichter op terugkomen. Want ja, een open vraag geeft in mijn geval vaak ook een open antwoord. Die ET-nummers, die lijsten, die kan je ook zelf raadplegen. Wanneer je het nummer weet, kan je dat bij ons in de shop intikken in de zoekbalk. En dan komt de tekening komt naar voren waarin je ook de onderdeelnummers kan vinden. Dus dan wordt het zoeken nog weer een stuk makkelijker. Dat kost je ook nog eens niks. Kogelkoppelingen, de verbinding van de aanhanger of de caravan op de trekhaak, ja, die komen ook vaak overeen, zijn vergelijkbaar voor aanhangers en voor caravans. Ja, in de aanhangerwereld komt vaak een stabilisatiekoppeling voor. Die zie je meer op caravans dan op aanhangers. Dus ja, dat is soms wel wat afwijkend. Maar ja, in grote lijnen is het laadvermogen interessant en relevant. En de aansluitmaat, dus hoe de boutgaten zitten van die koppeling. En ook daarvoor geldt weer, net als bij sloten, is een foto vaak handig. Want dan kan ik zien wat je hebt. Want ik weet niet wat erop zit op welk merk. En ik kan ook niet zoeken op kenteken helaas. Dus we moeten echt een typeplaatje hebben van het betreffende onderdeel. Een typeplaatje van de oploprem, een typeplaatje van de as. Zodat we die kleine specifieke onderdelen daar makkelijker bij kunnen zoeken. Hoe meer informatie wij krijgen, hoe makkelijker het zoeken is en hoe minder terugkerende vragen er komen. Dat is voor iedereen makkelijker en sneller. En kunnen we sneller en gerichter een antwoord geven. En ook voor de remmerij hebben we al eens een aantal andere video's gemaakt. Hoe dat allemaal werkt, hoe je een oploprem vervangt, hoe je die afstelt, hoe je remmen stelt. Ook de link naar die video die staat in de beschrijving. Kijk daar straks ook zeker even naar, want het is zeer leerzaam. En ook al ga je daar niet zelf mee aan de slag, is het best interessant om het te weten en om het te begrijpen. Wat er bij verlichting nog wel eens speelt bij de aanhanger en de caravan, het onderscheid daarin, is dat caravans soms wat meer functies hebben dan een aanhanger. Zo heb je bij caravans vaak een extra kabel nodig, extra draad nodig voor de voeding van de koelkast en voor het opladen van een accu. Hoe dat allemaal is ingericht in de caravan, ja, dat verschilt weer per merk en type. Maar je bent in een caravan vaak toch wat meer aansluitingen nodig dan bij de aanhanger. Omdat de aanhanger meestal aan alleen verlichting voldoende heeft. Dus soms kunnen de kleuren ook nog eens wat afwijken. Omdat bouwers hebben bedacht om dat toch iets anders aan te sluiten. Schrik daar niet meteen van. Maar onderzoek even hoe dat dan in elkaar zit. Het aansluitschema die is daarin niet altijd leidend. Of er is geen ijzeren wet. Het is een handig hulpmiddeltje. Maar ja, wanneer fabrikanten toch iets andere kleuren toepassen, ja, hebben wij daar natuurlijk geen invloed op. Maar je hebt er soms wel mee te maken. Gewoon rustig blijven, even goed kijken hoe het zit. En soms moet je inderdaad een omnummerlijstje maken om toch de juiste functie bij de juiste kleur te vinden. Dat is soms wat zoekwerk, maar ja, wanneer je daar even rustig en ja, de tijd voor neemt, dan lukt dat meestal wel. Ja, dan hebben we nog de beveiliging. Sloten. Ook daar hebben we best een hoop video's over hoe dit allemaal werkt, waar je op moet letten. En ook daarvoor geldt dat een foto het beste werkt. Een foto van de koppeling, dan weet ik vaak wel welk slot erop past. En wil je weten waar je nog meer op moet letten bij beveiliging, bekijk dan even de video die je nu in het scherm ziet verschijnen. Want daarin leggen we nog veel meer uit hoe dat precies in zijn werk gaat en wat de aandachtspunten daarvan zijn. Vergeet niet om te abonneren. Geef deze video nog even een duimpje omhoog en dan zie ik je graag in die volgende aflevering. Mooi!